werkvloer. Het is één van de grootste sportevenementen ooit in Nederland. En Gelderland is het bruisende middelpunt. Alle 24 buitenlandse teams verblijven in Gelderse gemeenten en talloze vrijwilligers staan voor ze klaar. Het WK Volleybal 2022. Ticket hebben, dan mogen ze dus niet naar gemeente. Dit is voor mij de eerste keer. Ik ben nog nooit bij zo'n groot evenement geweest. Dus aan de ene kant een beetje spannend, omdat ik niet zo goed weet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ja, kom maar door. Ja, dit is gaaf. Dat ze gewoon drie volleybalvelden hebben in één groot stadion. Dat is wel waanzinnig om hier dan ook te lopen. Dus hier is een stoelnummer, maar op de andere velden niet, hè? Ja, overal. Vaste plek. Oh, oké. Okay. Ja? Yes. Komt goed. Japan tegen China gaat hier zo meteen spelen. Nou ja, het is mooi om te zien dat ze al met de warming-up bezig zijn. Ja, ik word hier wel blij van. Ik volleybal zelf, promotieklasse. Ik zag het via Facebook voorbij komen dat er vrijwilligers gezocht werden voor dit evenement. Ik denk, ja, hoe leuk is dat om dan zo dichtbij te zijn en met mijn eigen sport bezig te kunnen zijn. Ik moet kijken of de mensen naar het goede vak toe lopen voor hun plekje. En dan kijken of de stoelen vrij zijn waar ze kunnen gaan zitten. Hallo, succes hè? Dankjewel. Een stukje gastvrijheid, enthousiasme. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is om mensen welkom te heten. Ik werk in een detentiecentrum. Daar krijgen we ook mensen uit allerlei landen van de wereld. Dus ik ben gewend om met anderstaligen om te gaan en andere culturen. Oké, you're welcome. Dus dat komt ook wel goed. Als straks iedereen een plekje heeft gevonden, dan zoek ik ook een stoeltje op en dan kan ik de wedstrijd gaan kijken. Ja, zin in. Goedemiddag. Yes, you can go. Thank you. Yes, you're welcome. Ja, er is wat nieuws. Wij zijn gisteren nog een keer gaan kijken. Omdat we natuurlijk een indeling maken op basis van zichtlijnen hoeveel mensen er op de hele grote tribune kunnen zitten. En daar hebben we nog een heleboel extra plekken opengezet. Waardoor we weer kaart aan het verkopen zijn voor de wedstrijden van Nederland-België en Nederland-Italië. Die waren eigenlijk stopgezet. En stiekem hoop ik dat wij ons record van 10.300 toeschouwers wat we in 2015 in Ahoy gehaald hebben, hier zondag tegen Italië gaan verbeteren. De verwachting is wel dat we dit jaar over de 2 miljard kijkers wereldwijd zullen gaan. Ja, dat zijn wel echt immense aantallen. Voor mij is dat niet zo bijzonder. Kijk, ik weet dat met name dat vrouwenvolleybal is de grootste teamsport ter wereld voor vrouwen. Dus we weten dat dat groot is in landen als China, Japan, Brazilië, Verenigde Staten, Rusland. En dat zijn allemaal landen met honderden miljoenen inwoners. Dus ja, als je daar live op tv bent, dan heb je snel veel kijkers. Ja, dus dit verbaast mij niet, maar ik weet altijd wel dat het voor mensen van buiten de volleybalwereld echt bizarre aantallen zijn. Ik kan me wel voorstellen dat mensen denken, wat is dat nou? Want het zijn natuurlijk geen tekens, hele duidelijke tekens of herkenbare tekens voor mensen die volleybal kijken. Ja, dus je geeft eigenlijk gewoon aan waar je gaat aanvallen en op wat voor tempo. Iedereen kent die afspraak in je team, dus het is ook gewoon duidelijk. En je hoef je ook niet naar elkaar te gaan schreeuwen van wat gaan we doen. Maar als je natuurlijk schreeuwt, wordt de tegenstander het ook. En dat wil je niet, want je wil soort nog je plan geheim houden. Dus dan geef je het aan achter je rug. Ja. Ja,
Ja, wij gebruiken het eigenlijk alleen voor de middenaanval. Wij zijn geen midden, dus voor ons wij zijn daar eigenlijk nooit mee bezig. Nee. Maar voor de midden is het wel gewoon heel handig om te weten. Want een midden kan dus echt 3 of 4 verschillende ballen lopen. En dan moet je gewoon weten welke je gaat spelen. Anders ben je natuurlijk niet op de goede plek. Ja. Ja, en soms is het in een hal ook heel rumoerig en heel veel geluid. En soms kan je elkaar amper verstaan. Dus als je dan door het hele veld moet gaan schreeuwen en iemand hoort het misschien net niet goed, denk ik dat die tekens wel gewoon handiger zijn. Ja, vooral als je gewoon veel publiek hebt en zo, dan is dat wel makkelijk. Ja. Nou, goedemorgen. Ik heb net ontbeten en met een bakje koffie ben ik nu onderweg naar de fysio. Ik kon lekker uitslapen vanochtend, want gisteravond was het best wel laat geworden na de wedstrijd. En ik ga me nu eventjes laten behandelen. Goedemorgen. Lekker weertje hoor, deurtje open. Heerlijk weer. Ideaal. Een zonnetje, 14, 16 graden. Maar we gaan vandaag verhuizen. Lekker naar Papendal en dan... finale in Apeldoorn. Ik lekker aan het herstellen, precies. Niet de ijsmachine. Dan gaat de ijs vanuit hier, 4 draadjes zo. Dan heb je 1 compressie en ijs. Nou, dat wil je nog meer op de vroege ochtend, hè? Ja, we gaan naar Arnhem. Beetje dubbel natuurlijk wel. We zijn hier enorm verwend, super fijn. Maar naar de sporthal en naar het Gelredome is toch wel 3 kwartier zonder file. En op een gegeven moment was zelfs de weg afgesloten. Toen hebben we er op een gegeven moment 1,5 uur over gedaan. Dus we gaan inpakken en we gaan op naar Papendal. Rosie gaat mee. Moeten er nog laatste woorden tegen deze hotel gaan, hoor. Verandering van spijs. Doet eten. Ze gaan lekker lunchen. Gaan we weer. Alle stands die er zijn, die zijn bezig met van, hey, zijn we duurzaam bezig? Ja, dit is heel erg uniek. Hallo. Ja, we hebben hier een foodtruckje gemaakt. En we bereiden hier een vegetarische durum. Dat is op basis van soja. Daarnaast hebben we sojakwark en verschillende toppings. Eigenlijk vind ik dat leuk, om iets wat normaal met vis, vlees of een dierlijk product is gemaakt, of je dat ook op een veganistische manier of een plantaardige manier kan maken. En dat komt allemaal ook uit je eigen regio. En ja, daar genieten wij van. Hier verbouwen wij zelf onze groenten. Korte keten en natuurlijk hartstikke biologisch. Gezonder kan niet. Daar staat er weer mooi bij allemaal. Of niet dan? We hebben daar zelfs nog mooie spinazie staan. Die kunnen we er mooi bij doorheen wokken. Als je nou normaal gesproken naar een topsportevenement gaat, dan ga je eigenlijk als bezoeker meteen aan het fastfood. Nou, dat willen we eigenlijk doorbreken. Eten moet vooral lekker zijn, hè? Maar dat kun je dus ook doen met gezonde bestanddelen. Ja, en daar doe je het eigenlijk voor, hè? Om die beweging op gang te brengen. I think it's vegan, but I'm not sure. Actually, I didn't, expect everything will be vegan here. I really like the food, but it turns out to be that everything is vegan here, so it's okay. Ik moet eerlijk zeggen, een paar jaar geleden vond ik het lastig. Maar als je iets veganistisch kan maken wat net zo lekker is als je normaal daar vlees in zou houden, ja, dat vind ik nu heel leuk. It's makkelijk. In Nederland is het heel gebruikelijk dat je in alle vrijheid kunt sporten. En helaas zijn er best veel landen om ons heen waar dat helemaal niet zo is. Dat betekent dat wij heel graag wilden dat we met vluchtelingen lekker komen volleyballen, lekker komen eten. Dus naar onze gasten vandaag, ja, dat is sowieso fantastisch. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door CNV Vakmensen, de teamplayer op elke werkvloer.